Welkom terug bij het WK Schaken 2021 in Dubai. Het is wedstrijd 6, de tussenstand is 5,5. Magnus Carlsen pardon, heeft de witte stukken en speelt tegen Nepomniachtchi met zwart. Wedstrijd 6, zoals gezegd. En we gaan een beetje de vlucht doorheen. Dus het zou met C4 weer een Catalaan kunnen worden. Maar Magnus Carlsen pakt het deze keer aan met B3. Dame C2, grappig zetje. En overigens... Ja, zwart speelt hier paard C6. Als je het pion offer aanneemt, heeft wit meer dan voldoende compensatie. Goed, daar ging zwart niet op in. Paard C6. En B5. Een goede zet, want zwart kan op de volgende zet lopen B7 spelen. En dan zijn eigenlijk alle openingsproblemen opgelost. Eerst nog even de dame wegpesten. Moet naar wat minder veld. En lopen B7 komt. Nou, min of meer alle openingsproblemen zijn achter de rug. En Carlsen probeert hier iets met wit. Hij slaat hier op F6. En... als zwart zwart heeft de mogelijkheid om met de dame te slaan en dan zou het eventuele damerel kunnen volgen, maar zwart houdt de dames op het bord en zwart heeft wel het mooie loperpaar als compensatie voor deze pionnenstructuur. Dus het staat ongeveer gelijk. Maar die pion loperpaard gaat er nu af. Schaakje. En mooi veld voor de dame E4. Nou, dat is nog. Ondanks de pionnenstructuur is hier nog van zwart, die een beetje versplinterd is, is hier nog niet zoveel aan de hand. Een interessant moment, want nu gaat Carlsen voor de dame geven voor twee torens. In het algemeen is het twee torens iets meer waard dan de dame. Ik zal het even uitvoeren. Alleen op voorwaarde dat die torens dan wel heel goed kunnen samenwerken. Die staan op dit moment nog niet helemaal, maar... maar goed, na één zet werken ze alweer samen, de torens. Dus. Maar zwart had hier bedacht dat de pionnen op de damevleugel wel eens gevaarlijk zouden kunnen worden. Daarom deed zwart dit. En dat is inderdaad ook het geval. Want ja, deze pion is een beetje een zwakke pion voor wit. En als die weg is, dan loopt die A-pion door naar het promotieveld. Dus dat is wel iets waar wit rekening mee moet houden. We komen richting de 40ste zet en daar is een tijdscontrole. En dan krijg je weer wat extra tijd erbij. Ja, nu gaat die pion er dus af. Lopen maal A3. Dus dit is best wel gevaarlijk. En hier verwachtte eigenlijk iedereen dat zwart zou slaan op B4.
met een klein beetje beter spel voor zwart. Maar dat gebeurde niet. Zwart speelde hier e5. Misschien dreigingen met e4. Maar Kalso die ging onmiddellijk naar c2. En ook hier is loper b4 een interessante zet. En zelfs waarschijnlijk een hele goede zet. En zwart staat gewoon ietsjes beter. Gebeurde ook niet. Dame d5 gebeurde. Nou, dit ziet er ook gevaarlijk uit. Wil daar binnen dringen. En misschien meteen de partij beslissen. Maar Carlsen houdt alles netjes bij elkaar. Toren d2. Dame gaat naar b3. En e4 volgt. Maar wit heeft het allemaal prima voor elkaar. En paard maar e4. 40e zet gehaald. Dame b3. En ja, mocht Carlsen het voor elkaar krijgen, die pion op a4 te slaan, dan staat hij zelfs heel erg sterk. Maar goed, zwart wil proberen die pion te laten promoveren. Maar daar krijgt hij de kans niet toe. Paard c5. De dame moet weg. Er wordt wat gemanoeuvreerd. De pion gaat nu naar voren. En ook die h5 pion. Die is ook wel wat zwak. Dus de, ja, zwart heeft wel wat problemen met zijn pionnetjes. Koning h6. We zitten al dik in de 40e zet. Inmiddels heeft dus Carlsen en Nepomniachtchi weer allebei een uur erbij gekregen op de klok. Koning g1. Ja, wie staat er nu beter? Ja, dat is wel lastig. Ja, het lijkt erop als zwart niks probeert, dan kan wit niet verder. En andersom eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Kijk, zwart doet nu ook even niks. Nou, de wit doet ook even niks. Zwart probeert dan toch iets vooruit te komen. Dame E4 misschien. Kan die iets creëren. Maar dit is de kans voor Carlsen om toe te slaan eigenlijk. In de zekere zin. Want hij slaat op A3. Geeft de kwaliteit terug. En dit eindspel zou zeer gunstig zijn voor wit. Maar, terug. Tormaal A3 gespeeld. Er is nog een alternatief. Zwart hoeft hier niet op in te gaan. Hij kan ook slaan op H4. Immers, die pion op G3 is gepent. Ja, maar kan de dame niet slaan vanwege de loper op D6. De koning gaat weg. En dame naar E4. Overigens is slaan op G3 ziet er wel gevaarlijk uit, maar de koning kan weglopen. Of bijvoorbeeld zoiets. En de H3 pion is onder controle en dit is oké voor wit. Dame E4 gespeeld. Maar dit is toch wel ook een vervelend eindspel voor zwart. En we zitten inmiddels al bijna op de zet 60. En dan krijgen de spelers een kwartier erbij plus 30 seconden voor elke zet. F3 gespeeld. F4 gespeeld.
Ja, zoals gezegd, wit staat ietsjes beter, maar het is heel lang manoeuvreren hoe je verder moet komen, ja. F5 creëert een vluchtveld voor de koning. Maar ook is die F5 pion zwak. Later zullen we zien dat wit die gewoon een keer kan slaan. Ik zie hier dat ook nog een hele grappige variant wordt gegeven. Dame B4 gespeeld. Dit is een variant waarin je zal zien dat ook zwart een hele tegenaanval krijgt. Schaakje. En zwart zit in de mat net, maar ja, nu krijgen we een grappige afwikkeling. H4 dreigt door te lopen met de pion, die moet je slaan. En dan kan je gewoon afwikkelen, lopenmaal E3 schaak. En stel, toremaal E3, dan is dame E2 sterk, want die dame mag je niet pakken vanwege pad. Ja, grappige variant die gevonden werd tijdens de live uitzending analyse. Goed, wij gaan verder met dame B4. Toren C8 en... Er wordt weer wat gemanoeuvreerd. Een mooi veld voor die toren. Op de E5 valt die F5-pion weer aan. Nee, geen tijd om die pion op F5 te slaan, want dan valt de pion op E3. Ja, die dame die is heel flexibel. Hè? Dit is die, je moet er telkens rekening mee houden. Aan alle kanten probeert Nepomniachtchi de witte stelling binnen te dringen. En ja, ook slim van Carlsen, die gaat gewoon maximaal zijn tijd gebruiken en dan pas in, als de tegenstander weinig tijd heeft, probeert hij toe te slaan. Maar is het ook mogelijk? En ja, dit is het moment dat Carlsen weer ietsjes verder komt. Hij kan namelijk slaan op F5. De pion is eraf. Dame speelt naar D3. En ja, maar tjup, nu heeft wit problemen met het dekken van E3 misschien. Carlsen vindt een elegante oplossing. Hij speelt hier toremaal F7 schaak. Weer dat kwaliteitsoffer. Koning pakt en dan is dit de bedoeling, een dubbele aanval. En wit slaat die loper op A7. Nou is het volgens de boekjes nog een remise stelling. Ik zeg de boekjes, maar zodra ik worden er nog even pionnen geruild. En dan hebben we een zogenaamde table-based stelling. Die kan je dan opzoeken. En die bestellingen zijn allemaal bekend. En dan blijkt het remise te zijn. Maar ja, praktisch gezien, als die witte pionnen gaan lopen, dan is het toch bijna onmogelijk voor een mens om dat allemaal tegen te houden. Kijk, Carlsen zet even al zijn stukken eerst even goed neer. Ondertussen zitten we al bijna bij zet 100. Schaakje. En oké, en na paard D4 hebben we zet 100 alweer bereikt. Ja, wit maakt nog geen vooruitgang.
Oké, dan gaat Carlsen toch even zijn pionnetje ervoor zetten. Ja, en als die pionnen in beweging komen, voornamelijk deze twee, op de juiste manier, dan is het voor zwart erg moeilijk om die tegen te houden. Oké, er wordt nog even een pionnetje geruild. Maar dit is echt heel lastig voor zwart. Hoewel zwart wel heel veel schaakjes heeft, is dit gewoon een heel vervelend eindspel. En met relatief weinig tijd op de klok. We zitten inmiddels al op zet 124 naar dame B7. En dat is een wereldrecord, want op een wereldkampioenschap zijn er nooit zoveel zetten gespeeld. De laatste partij was met 124 zetten was Kortsnoei Karpov, maar hier, we gaan er dus overheen. We spelen meer zetten. Dit is zet 125. En ja, daar gaan die pionnetjes naar voren. En nu komt de koning ook helpen. Oké, hij zet zichzelf in de penning met het paard H5, maar ja. Ja, zwart denkt hier nog. Even valt de toren aan en het paard staat in de penning. Maar Carlsen heeft hier een winnende zet. Het is hier al heel lastig spelen voor zwart, zoals ik al zei. Maar Carlsen speelt hier een prachtige zet. En die laat gewoon toe dat die toren geslagen kan worden. Hij speelt gewoon E6 en dat is een winnende zet. Ja, je kan die toren natuurlijk niet pakken vanwege deze dubbele aanval. En wit wint. Dat deed zwart natuurlijk ook niet. Dame G6. En dan komt weer een sterke zet van Carlsen die dit, ja, die de eerste overwinning van deze WK-match kan pakken. En dat doet hij ook met toren F7. Wat speelt zwart? Zwart speelt koning D8. Merk ook op dat als je de pion zou slaan, krijgen we weer dat deze dubbele aanval. En deze afwikkeling is een afwikkeling naar een gewonnen pioneneindspel. En namelijk nu bezet. Dus je bezet nog geen sleutelveld, maar je kan er wel toekomen. Dit is gewoon een bekend eindspel dat gewonnen is voor wit. Zwart moet nu wijken en uiteindelijk kan wit op dat groene veld komen op veld F6 en de wedstrijd winnen. Toren F7 dus en koning D8. En Kassa gaat gewoon vrolijk verder met zijn pionnetjes naar voren zetten. Ja, F5 valt de dame aan en nog een pion erbij die kan promoveren. Dame G1 en na paard G7 werd al opgegeven. En er is niets meer wat deze pion kan stoppen. Je hebt nog wel wat schaakjes, maar dat liet zwart zich niet meer bewijzen. Ik zal even kijken of ik dat ook nog even kan laten zien. Zwart kan nog wel wat schaakjes geven, maar op een gegeven moment houden de schaakjes op. En de koning kan gewoon schuilen. En zoals ik al zei, die pion die loopt door. Pardon, en daar is niks meer tegen te doen. Dus de eerste overwinning van dit WK, partij 6. Carlsen wint in een enorme lange partij, 136 zetten. En met deze analyse erbij is het zelfs 141 zetten. Oeh,
Oké, eerste partij gewonnen, partij 6. We gaan naar partij 7. Kan Nepomniachtchi terugkomen? Hij heeft nu de witte stukken. Er was bijna trouwens 8 uur gespeeld in partij 6. Dus ze zullen wel een beetje moe zijn. En oké, weer een Spaanse opening op het bord. En weer de anti-Marshall met A4 deze keer. Toch een B8 is ook al vaker gezien deze WK-match. En H3, D6. En dat is allemaal ook nog gezien in de vijfde partij. Toen speelde Nepomniachtchi C3 hier. En nu speelt hij D3. Hij houdt een veld nu van C3 vrij voor het paard. H6. En ja, nu komt dat paard ook. Paard C3. En eigenlijk in deze partij houdt Carlsen vrij eenvoudig de remise. Ik verklap het alvast, moet ik eigenlijk niet doen. Maar ja, wit kan hier geen vuist maken in deze partij. Ja, die loper wordt weer geneutraliseerd van B3, zoals we dat vaak hebben gezien in de eerdere WK-matches. Wit bezet nog weliswaar het centrum, maar Carlsen slaat gewoon een keer en pakt op B3. Paard G6, toren gaat naar C1. En vanuit de opening heeft eigenlijk wit niets bereikt. Hij probeert nu nog iets met E5, maar Carlsen reageert heel koelbloedig met dame F5. En we zullen zien, het lijkt nu nog heel onoverzichtelijk, maar na een paar zetten is het hele bord bijna geruild, wil ik zeggen. Maar nou, kijk maar even wat er gebeurt. Met de stofzuiger worden alle stukken opgeslorpen. Nou, kijk eens even hier. Dema C5. Dan wordt er wat geruild. En dan wordt nog meer geruild. En ja, nu wordt toch wel behoorlijk vereenvoudigd, hè? Er wordt nog meer geruild. En ja, de spelers zullen wel een beetje moe zijn naar partij 6. Dus, en hier valt niet veel meer te halen. We hebben het al even doorgespeeld. Maar zo, dit is een. Ja, het staat helemaal symmetrisch en dit eindspel is bekend tot hier niks te halen valt. Er werd er nog even wat zetten gedaan tot Z40 en dan werd er remise besloten. We zijn al bijna bij Z40. Kijk, er wordt wat heen en weer geschoven, maar er gebeurt natuurlijk niet zoveel. Goed, geen. Ja, en nu werd er remise besloten. Oké, ja, het had natuurlijk niet veel zin om door te gaan. Op naar partij 8. Carlsen weer met de witte stukken en een E4 opening. En weer de Russische verdediging. Carlsen speelt weer D4. En het is allemaal bekend. En ja, vaak wordt paard C3 gespeeld. Carlsen kiest voor paard D2. Of rokade is trouwens ook nog wel bekend in plaats van paard C3. Maar Carlsen kiest dus voor paard D2. Zwart slaat vrij snel. En speelt loper D6. Ja, ik vind het zelf altijd grappig tot nu die hele D-lijn gewoon vol met stukken staat. Ja, je breekt alleen nog hier op E2 wat, zodat we ook nog op de tweede rij en de zevende rij wat stukken staan. Dame E2, nou nee, dame E2, dan verdwijnt dat stuk weer van de D-lijn. Maar ja, die symmetrie is vaak gunstig voor de witspeler, want die heeft een extra zet. En Carlsen gaat hier gewoon kort rokeren. En nu dacht Nepomniachtchi met zwart lang na, want als je gewoon kort gaat rokeren, dan moet je al een beetje oppassen.
En dan krijg je dame H5, dreigt mat. En de pion winst op D5. En ja, je moet F5 spelen. Dan kun je lopper G5 bijvoorbeeld spelen. De dame moet weg. En dan ja, dreigt hij op daar iets te pakken op D5. En ja, wit staat al ietsjes gemakkelijker. Het is nog steeds wel een redelijk remiseachtig. Maar ja, hier moet zwart toch een beetje vechten voor remise. Misschien niet iets wat je wilt gelijk uit de opening. En hier kwam zwart met een origineel idee. Die speelde H5. Waar na Carlsen 40 minuten ging nadenken wat hier te antwoorden. En hij kwam niet eigenlijk tot het sterkste antwoord. Ook in de analyse tijdens de live stream partijen kwam men niet meteen tot het juiste antwoord. Carlsen speelde hier dame E1. Dat is natuurlijk niet de meest principiële zet. En schaak. En oké, we gaan er zo direct naar kijken. C4 was interessant. Zeer interessant zelfs. En men kwam tot de conclusie dat waarschijnlijk slaan het beste is. Ik laat gewoon één variant zien, want er zijn best wel veel varianten. En we gaan waarschijnlijk de variant zien nu die Carlsen en waarschijnlijk ook Nippon Miyachi over het hoofd hebben gezien. Want dit is wel een serieuze dreiging op H2. Wit kan even tussendoor een schaakje geven. Koning moet waarschijnlijk even opzij stappen. En nu komt de zet die men over het hoofd heeft gezien. Want ja, dat dreigt dus iets op H2. En ook de dame kijkt naar D4. En ik zag dat in de live stream commentaar, men ging voor G3, logische verdediging, maar dan is dat een pionoffer en toren C1 en men had toch heel veel moeite om hier wat compensatie te vinden voor wit en ja, Carlsen heeft dat waarschijnlijk ook niet gevonden. Dit ziet er best wel gevaarlijk uit eigenlijk voor wit. Ja, H4 kan ook nog komen en deze diagonaal, dat is toch ook wel ja, ziet er toch ook wel gevaarlijk uit. Dus dat wil je liever niet met wit. Echter, na deze stelling hadden we gekeken. Ja, dat dreigt wat op D4 en een mat. Maar ja, wit heeft hier een hele mooie zet. En dat is een tegenaanval. Waarschijnlijk dus gemist. Dame gaat naar F3. En dreigt daar even mat. Ja, maar wat als zwart nou eerst slaat op H2 en weggaat? Dan en H1 speelt bijvoorbeeld. En die toren erbij haalt. En dan staat wit in één keer gewonnen omdat er mat dreigt op F7. En de toren op H1 hangt. En ja, dame F3 was dus een mogelijkheid geweest. Goed, hier had de zwart natuurlijk niet hoeven ingaan. Maar dat geeft wel aan dat dit een gevaarlijke variant was voor zwart. Carlsen koos voor dame E1. Koning ging weg. Ja, Nippon Miyachi had ook gewoon de dame ertussen kunnen zetten. Maar hij koos voor de koning F8. Loper B4, slimme zet, want dit is de goede loper van zwart en dit is de relatief slechte loper voor wit. Het is een heel minuscuul voordeeltje voor Carlsen. Hij heeft een iets betere loper. Deze loper heeft iets meer rijkwijde dan deze. En de pionnen van, of de pionnen, de torens van zwart zijn niet verbonden. Dus het is nog steeds remiseachtig. Maar klein voordeeltje voor wit. Dame D2. Toren E8. Carlsen had ook zo'n toren erbij. Toren E1. En toren H6 probeert op een originele manier probeert hij zijn torens te verbinden. En Carlsen probeert het te voorkomen met dame G5. Nu is. Oh, ja, toren
e6 is nu niet handig vanwege pionverlies. Het is een beetje een irritante zet voor zwart. Zwart speelt c6. En Carlsen slaat even op e8 met schaak. Lopen slaat terug. En pakt weer die e-lijn. Nou, zwart wil graag dames ruilen. Carlsen wil dat niet. Dreigt ondertussen ook wat op e8. Mat 1-1. Dus die loper moet weg. h3 maakt een luchtgaatje voor de koning. Zwart speelt h4. En ja, nu moet wit toch een keer wat proberen. En hij speelt c4. Probeert wat, ja, ook wat ruimte te pakken met zijn pionnen. En zwart speelt een logische zet. Pion slaat c4. Loop hem al. Goed, dit is een geïsoleerde pion. Maar waarschijnlijk is wit een keer van plan om die pion op te spelen. En dan kijkt ook nog die dame naar a7. En logische zet zou hier dus die zijn dat zwart die pion van a7 naar a6 speelt. Ook vanwege deze dreiging die ik nu heb laten zien. Maar zwart doet hier een zet en ja, een vreselijke zet eigenlijk. Hij speelt hier b5. Op het eerste gezicht lijkt dit nog oké, okay, want ja, die loper moet weg. En dan heb je een extra tempo misschien, dat je daarna misschien A5 of zo kan spelen. Maar in werkelijkheid is dit een grove fout, want Carlsen kan hier toeslaan met dame A3. Dat is een dubbele aanval. Schaak en valt de pion aan. En ja, zwart was helemaal in shock en speelde de koning naar g8. Hij was in shock dat hij deze truc gemist had. Dit was waarschijnlijk niet de beste verdediging. Je kan nog dame d6 spelen. En dat was iets taaier geweest. Hoewel je niet moet inlaten op... ja, nu moet je niet de loper pakken. Dat lijkt voor de hand te liggen. Maar dat is een verliezende zet. Hier kun je wel wat andere dingen verzinnen. Maar vooral niet die loper pakken. Want dan word je mat gezet. Onherroepelijk. Juist. Ja. Toch had, was dame D6 een wat betere verdediging dan koning G8. Want ook hier slaat wit die pion op A7. Hij werd al even gedebatteerd of hier misschien zwart zou kunnen slaan op H3. Er zijn volgens wat interessante varianten. Die zou dan waarschijnlijk moeten slaan op F7. En nu heeft wit een mooie tussenzet. Toren E8. Ja, de dame kan niet pakken vanwege de penning. En een heel gunstig eindspel. En dit is eigenlijk een... dit heeft Carlsen het liefst een goede stelling en een pion meer. En dit ziet er heel goed uit. De Pamiatje zag dit niet zitten. Overigens, na lopen H3, sommigen beweerden dat toren E8 ook heel sterk was. Dan zou je lopen F7 kunnen spelen met de dreiging toren H8. En mat met dame op de achterste rijen. Maar grappig genoeg heeft zwart hier een zet. Toren G8 en zwart doet weer helemaal mee. Het is een bizarre zet, maar het is een goede zet. Dus zo had Carlsen het nog kunnen verprutsen als Nepomniachtchi op lopen H3 was ingegaan. Maar hij speelde dus geen lopen H3 in deze variant, maar een passieve zet, dame D8. Goed, nu gaat heeft Carlsen tijd om die loper te beschermen. Loper B3. En dit is een vreselijke stelling voor zwart. En niet alleen heeft hij een pion minder, maar de H-pion is zwak en de C-pion is zwak. En de F7-pion die is ook onder aanval.
Ja, dit is misschien ook al een vervelende zet voor zwart. Dus ja. Nepomniachtchi besloot maar om de hele boel te ruilen en in een dame-eindspel te vluchten. Maar ja, hier zijn de problemen hetzelfde. Dus hier blijft nog steeds met zwakke pionnen zitten. En wit heeft een pion meer. Dit was een eitje voor Carlsen, die dit heel rustig. Hij nam zijn tijd en maakte geen enkele fout. Zwart kan alleen nog hopen op een eeuwig schaak door ja, heel vaak remise, heel wat schaakjes te geven. Maar Carlsen voorkomt eigenlijk dat ja, tot zwart ooit eeuwig schaak kan geven. Dat is, het zit, heeft er nooit in gezeten. B3 geeft die pion op A2 op, maar daarvoor in de plaats wint Carlsen dan de B-pion. En dan heeft hij twee extra pionnen schaakje. En hij wint die B-pion. Hij heeft nu twee extra pionnen. En ja, wat ik zeg, hij moet alleen nog die eeuwenschaak uit de stelling houden. Hij behoudt gewoon op deze manier allebei zijn pionnen. En eeuwenschaak zit er niet in. Ja, zwart probeert dat natuurlijk wel. Maar één schaakje. Ja, en nu staat wit klaar om die pion te begeleiden naar de overkant. Ja, dus zwart moet iets doen. Als hij niks doet, wordt hij onder de voet gelopen. En nog een zetje voor de zekerheid dat er geen enkel schaakje is. Nou goed, er is één schaakje. Maar bij deze zet verdedigt wit zijn beide pionnen en voorkomt veel schaakjes. Oké, dame E3, één schaakje, maar Carlsen gaat gewoon opzij en de schaakjes zijn op. Ja, en daar gaat Carlsen met zijn pion D5. Oké, zwart probeert in wanhoops poging. Carlsen slaat hem gewoon. En H3. En dame F3, ja, toen was het wel voldoende. Drie pionnen meer. Alle drie zijn gedekt. En ja, dit is een vrij hopeloze situatie voor zwart. En zwart gaf op. En daarmee komt hij Nepomniachtchi achter met 5 tegen 3. Het lijkt een hopeloze situatie halverwege de match. Maar wie weet kan Nepomniachtchi toch nog terugkomen. We gaan het zien in de volgende rondes. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.